user joined your channel. Prepare, you fucker. Bootje. Je hebt het al, drie bootjes. Verschillende wapens. Ik moet 1000 punten krijgen in dit geval. Ons team is 733, andere team is 697. Dus we staan op zich voor. Ik heb wel zoveel experience als je een bootje afmaakt. Als je alle drie de schepen verloren, moet je er gewoon in blijven. Dan krijg je nog weer bonuspunten. Ik kan de assignments halen, is ook wel geinig. Je operator of je kapitein die wordt geleveld zodra je punten krijgt. 9 op een naam staat, die wordt gewoon level van je boot. Dat is gewoon een beetje slagje spelen. Een bootje, dat kan wel. Dat heeft gewoon een main gun, dat zijn gewoon de kanonnen bovenop. Maar deze kan ook torpedo's achterlaten. Deze kan een sonar afgeven voor eventuele onderzeeërs.
En we kunnen mijnen droppen voor als je achtervolg hebt. Bij wijze van spreken kunnen we ook heel veel damage doen aan tegenstanders. Verschillende ammo types. Je hebt in ieder geval HE en AP, oftewel High Explosive of Armor Piercing. Ik weet nog niet zo goed wat het verschil is, maar dan maak je het even een andere. En nu is het gewoon een kwestie van wachten, we zijn bijna klaar. Hoe is dat hier? Dit is een onderzee, die zie je in ieder geval niet, maar die zie je daar een beetje klaar. Het is een onderzee, verschillende type boten. SS, oftewel onderzee. En dit is een TP of gewoon een Battleship. Dus dit is dan een beetje XP. Ik heb 900 punten gekregen. Dit zijn de operators. Met hun XP. Dit zijn je gewonnen credits die je voor dit potje krijgt. Ik sta nummer 3 van de andere team. Dus op zich is dat wel geinig qua damage. Dus, en dit is je wachtruimte. Daar.